Goedemorgen dames en heren en super welkom weer bij een gloednieuw vlog. Mijn naam is Mark en ik ben in Nijverdal vandaag. En ik heb vanochtend net even lekker gesport. En we gaan even ontbijten meteen, even koffie drinken. Ravi is er ook. Laura. Hallo. Goedemorgen hallo. Laura. Goedemiddag landjes. Ja, voor hem is het middag inmiddels. Maar ja, wees welkom, we gaan zo meteen wat leuks doen. We blijven even gewoon kijken, dus tot zo. Hallo managers, dit is Simba. De Simba. Simba. Ja. Yeah. Nou gaan we dan. 12 weken oud mensen. Ja? Wat is dat, hè? Wat is dat? Schoonouders komen ook niet vandaag. Zeg jij blij? Kom maar. Kom maar. Ja, dat is leuk, hè? Ja, dat is leuk. Zo, het is weer even later. We hebben lekker net even ontbeten. We hebben Laura even naar het werk gebracht. Ja, en boodschapjes gedaan. En we gaan zo op richting Zwolle. En dan gaan we wat leuks doen. Ja, en dan gaan wij... we zijn bijzonder wat we doen. Ja, ik vind het leuk. Leuk is over Zwolle. Moet je ook even Mark Vlog kanaal kijken, of zijn kanaal. Moet je kijken naar de NS Ommetje in Zwolle. Oh ja, dat hebben we ook nog gedaan, hè. Past ook wel bij, hè. En we hebben ook de drone bij ons, dus misschien kunnen we nog een drone in de lucht gooien in Zwolle. Al weet ik niet hoeveel die is, maar goed. Zoveel is er nog niet in donder. Maar ik heb er zin in, let's go. Oh, mooi. Ik heb lekker gesport vanochtend. Oh, wat lekker. Ja, dat is. Ja. Dat is wel leuk, ja. Hey. Tanken! Oh. Goed gedaan, Laura! Op naar Zwolle! Ja! Nou, maar goed, weer om in Nijverdal te zijn. Lekker, man. Ja, mooi, hè? Nou, zeg maar. Let's go! Let's go. Zo, we zijn in een mooie prachtige Zwolle. Ja. Alweer. Deze keer gaan we niet een wandeltje maken. Nee. Nee. Helaas. We gaan lekker auto rijden. We gaan auto rijden. We zijn hier van die deelauto's tegenwoordig overal in Nederland verdeeld over steden. Ja. Genaamd Mijbiels. En we willen daar een ritje mee maken samen. Waar we ooit een keer door jij je rijbewijs ging halen, waar we daar een keer een video van maken. Het wordt gewoon een vlog. Ja. Dus, wandel gewezigd. Ja. Dus we gaan gewoon meteen een autootje pakken, dus een Skoda, ofwel zogenaamde Volkswagen Upje. Met Laura gaat met ons mee. Degene die geen rijbewijs heeft. Geen rijbewijs heeft, maar een beetje de achterblijver. Ja. We gaan gewoon ergens heen rijden, willekeurig. We hebben gewoon, hadden gewoon zin in, hè? Ja, nog geen zin in. We hadden al zo lang gepland en dan krijg ik mijn rijbewijs, al een paar maanden. Dus, ja. Nu komt het eindelijk waar de droom. Jazeker. En voor, toen de scootertjes kwamen vond ik het ook allemaal mooi. Dus de autootjes vind ik ook leuk. We gaan nu elektrisch rijden. Dus ook voor Raapje weer iets nieuws. Ja, nou ja. Ik heb ook een keer automaat al gereden. Automaat, maar nog niet elektrisch. Nee. Dus ik weet niet of deze geluid maakt of niet. Dus we gaan blijven gewoon kijken. Gaat het zien? Ja. Gaat het zien? Maak maar een auto. Zeker. Kijk, dit is de auto waar we mee gaan straks. Nee, elektrisch. Elektrische Skoda. Ja. Mooi ding, hè? Mooi interieur. Nou, is lekker vies. Ja, en dat zie je ook. Oh! Een Skoda Sigotto E. IV. ICV. Ja. Noemen ze het ook wel. En daar gaan we een ritje mee rijden. Wat dus? Zo, we zijn aangekomen bij de Mijbiel auto. We gaan hem unlocken zo meteen. Ja. Zullen we getal tussen 1 en 2 doen? Wie als eerst gaat rijden? Heb je daar een voor? Ja, ik kan wel Google vragen. Oké. Okay. Welke getal kies jij? Ik kies tussen de 1 en de 10. 1. Nee, 1 of 2. 1 of 2. 1. 1? Neem ik 2. Noem een getal tussen de 1 en de 2. Nou, 1. 1. Had jij 1?
Ja. Mooi, hoe graag jij je zo rijden? En dan gaan we ongeveer een half uurtje, mee rijden. Nou, dus we houden er twee bij. Weet je wat? Als je mijn auto wil reserveren, dan moet je een tijd reserveren voor de auto. Ja. En dan betaal je vooraf, voor een uurtje. Dan zeg je, heb je een app waar je hem kan starten. En dan zeg je start. Dan ga je kijken of er geen schade aan de auto is. Dan zie je dat er een kenteken, een deukje aan de voorkant van de kentekenplaat zit. Nou, dat klopt inderdaad. Bij de 4 zit een deukje. En hij is nu niet echt vies. Normaal begin je dan met even een rondje lopen in de auto, zit er geen schade aan. Wat de vorige rijders dat gedaan hebben. Ja. Als je nu gaat rijden en maakt schade, en, dan komen ze erachter misschien wel. Weet je. Nou, voor mij zit er geen schade. Verder. Hij is wel vies, dan zeg ik geen schade. En dan krijg je zo'n melding. Dan kan je swipen. En dan gaat hij open. En dan moet je dit dan weer eraf halen? Nee, wacht die. Kom deze kant op. Dit is de auto. Stap maar even in. Bevindt u bij de dashboardkastje de sleutels? En dit is dan voor de opladen, een sleutel om te rijden. Even kijken, deze auto. Heb ik deze auto nooit gereden? Zo, zitten we in de auto? Oh mijn god. Tering, wat is er van de auto? Nou, dan gaan we rijden. Dan gaan we hier rechtsaf. Ja, gaan we rechtsaf. Hij is heel stil. Ja, het is een apart autootje, ja. Elektrisch rijden. Als je remt met de elektrische auto, dan weet je wel merkt dus gelijk dat hij gelijk voor naar hem gaat, zeg maar. Ja, dat is een elektrische inderdaad. Ja. Dus zo een auto kan wegpakken, vind ik ook heel raar. En als je hem met een app, kan je hem zo open maken. Ja, dat is eigenlijk heel bijzonder. Dus. Ja. Maar het is wel mooi dat het zoiets is, want van de mensen die bijvoorbeeld bijna geld hebben en zo, die kunnen dan wel gewoon een auto pakken als ze dat moeten, weet je wel. Ja. Alleen één nadeel dat hij gewoon terug moet waar hij... Waar die hoort hem liggen. Waar die woont. Waar die woont. En elke auto heeft vaak ook een beheerder. Ja. Dus die hem even af en toe even moet schoonmaken of even lampjes vervangen of zo. Bandenspanning meten. Ook alleen autorijden is natuurlijk rijbewijs, hè. Mensen, dat is niet zo dat je het zomaar kan pakken. Je moet er wel mee een account mee maken en dan heb je wel een rijbewijs voor nodig. Ja, dat zeker. Dus dat is wel even belangrijk om nog even te benoemen. Ja. Ja, waar gaan we heen? Aan links, rechts, door, rechts? Rechts. Lekker. Gaan we meteen naar Jack's Casino? Ja. Kunnen we daar nog die auto zit en kunnen we daarna bokken? Die auto zit ook vrij laag, moest ik zeggen. Ja. Ja. Nou, maar rijdt u wel lekker of niet? Stil. Je moet wel echt helemaal zo kijken. Je zit denk ik ook wel laag, jij. Echt heel laag. Je kan bij je stoel ook omhoog doen, hè? Maar... Oh, dan. Je kan het vandaan naar de linkerkant van meteen, denk ik. Dan moet je even zorgen dat je stilstaat, denk ik. Ik zal even liggen, maar helpt dat? Ja, helpt wel een beetje. Zo! Hoe voelt dat in een elektrische auto? Goed, en vooral als je cruisecontrole hebt. Ja? Kijk, ik heb voor rest en ik geef geen gas meer. Maar ik moet zeggen, hij trekt best wel snel op, zeg maar. Vooral. Dat is wel ideaal bij stoplichten. Je bent echt zo op veilig. Ben zo weg? Ja. Maar sowieso automatisch ben je al eerder weg dan benzine, schakel hoor. Dan ben je gewoon schakelen en dan weet je wel, dus dat is echt, er zit wel tijd in. En, hoe valt er in de rit? Ja, leuk, lekker. Ja? Heerlijk. Zit hij hier lekker achterin? Ja, ik zit wel lekker achterin, ja. Dus jongens, dit is de toekomst van elektrische auto's. Ja. En ja, de andere heb je waterstofauto's. Ja. Die komen er ook aan. Ik denk nog. Maar ja, je kunt nog niet veel meer tanken nog, volgens mij. Dus ja.
Van wel, ik vind dat wel leuker, naar nieuwe auto's. Ik heb al, dit al wel vaker. Moet je meteen naar rechts, meteen bij de... Ik ben al ondertussen aan het navigeren. Het is knap lastig hoor. Oh, ja. En vlog en navigeren tegelijk. En filmen. En een raafje filmen. Hoe die aan het rijden is. We gaan rond naar de Mac toe en dan eventjes iets eten of zo, iets drinken wat jullie willen. En dan gaan we sissen. En dan misschien gaan we nog wel langer. En anders gaan we terug naar de parkeerplaats. Of gaan we nog wel co-sharen? Ja, dat kan ook nog. Ja, we gaan het wel lekker combineren. We gaan zien. Blijf gewoon kijken. Of hier pakken we een andere auto, je weet maar nooit met ons. Ja, we kunnen ook nog een benzineauto pakken of een Nissan Leaf. Oh, ja, maar misschien dat we dat misschien wel even kunnen. Wat? Misschien andere, maar even kijken. Ja. Gaan we allebei eentje pakken en dan gaan we racen. De eerste in Nijmegen is dat. Dat weer niet, waar. Nee, gewoon. Dus dat. Zo, dienstwissel. Ja. Raafje gaat af en toe mij even filmen terwijl ik aan het rijden ben. Tot zo. Tot zo. Dat is mijn succes. Succes. Nou Mark, wat vind je het? Ja, lekker. Ja? Ga lekker met deze Skoda, hoor. Lekker auto, rijdt heel soep. Ja, lekker. Je moet wel wennen dat je niet meer kan hoeven te schakelen, dat hoeft niet meer, hè? En een koppeling. Nee. Maar rijdt goed, dan zit het fijn. De steuning zit goed. Niet zoals die stoel omhoog en naar beneden schrijven deze stoel Mark of zit. Ja. Ja, alleen de spiegels zijn dan niet elektrisch, deze spiegels dan niet, zeg maar. Nee. Maar ja, dat is, mag ook wel voor deze prijs van deze auto. Ja. Maar echt soepel. Nou, ik denk 5 minuten mee gereden, denk ik, 10 minuten. En we hebben nog even een half uurtje nog gewoon erbij gedaan. Dan denk ik even iets meer ruimte. Dan kan hij nog even snel wegrijden. Hij had nog geen snel weggereden. Uh-huh. En dat is. Ja, lekker hoor. Nou, mooi hè? Ja. Maar qua upgrade van diesel naar elektrisch, als je dat zou rijden, dat is het wel even wennen. Ja, dus je bent er zo aan gewend. Ja. Maar kijk jongen. Kijk zo op, en je bent weg, als eerste. Maar ja. Ja? Dus ja, dat vind ik wel heerlijk. Ja, dat kan me voorstellen. Als ik weg ben, we gaan even langs het station. Oh, gezellig, dan gaan we even een strandje spatten. Ja. Dus ja, dat. Dus ja, laat even eens wegzoeken. Doei. Zo, nog een half uurtje en dan gaan we weer terugbrengen. Ja. We gaan eventjes een rookpauze houden. Je moet ook een beetje ontspannen zo. Even ontspannen. Iedereen is wel leuk mensen, maar heel vaak mensen denken van, oh ja, je kunt wel weer daarheen rijden of daarheen rijden. Maar je vergeet wel dat de bestuurders zich gewoon inspannen, weet je wel. Concentreren en zo op het andere verkeer, op andere mensen. Dus, en als je iemand fout maakt, moet je corrigeren. Dus autorijden kan best vermoeiend zijn. Toch? Zou wel. Van mij ook. Maar ja, het was wel even leuk dat je autootje rijden, dus Raafje rijdt zo meteen terug. En ja. Maar wel leuk dat je, ja, dat je niet morgen rijdt, hebt, zeg maar in andere plaatsen. Dat je gewoon even een auto kan pakken als je ergens bent, dus je hoeft niet met je eigen auto heen te gaan. Nou ja, ik heb geen auto meer, dus, en als ik een auto nodig heb, pak ik zo'n autootje. Als ik een keer nodig heb. Van de week naar de sportschool, weet je wel, ja. Of een keer een boodschap nodig heb, waar ik denk, ja, dan lukt het niet alleen met de scooter. Ja. Dus dan kun je gewoon een keer wat anders doen, hè? Ja. Maar ik zou hem niet alleen voor werk gebruiken ofzo, want dat is gewoon onbetaalbaar. Zo, hoe zit het achterin? Prima beenruimte. Er zit een beetje in een foetushouding ofzo hier. Maar het zit prima. 16:26. Dus ja. Zo, we hebben een autoritje erop zitten. Yes!
En was het leuk? Ja, het was een leuke ervaring moet ik zeggen. Ja? Ja, voor het eerst dat ik echt elektrisch heb gereden. Dag auto. Ja, dankjewel. Nou gaat het koud. Dus ja. Vrouwen hebben het altijd koud. Ja. Maar we gaan weer richting Nijverdal. Skiën in Nijverdal. Of we gaan nog even scooteren, even kijken. Ja, ik denk dat het gewoon autorijden wordt, want die daar, het koud. Ja. Dus daar heb je er sowieso niks aan als je gaat scooterrijden. Oh, ze moeten naar huis heen, jongens. Dus, zo dan. Mensen, ik ben weer lekker thuis van een Rafael. Was super gezellig. Ook Laura er was erbij natuurlijk, was ook super gezellig. En ja, we hebben vandaag niet veel meer gevlogd vandaag. Dit is even voorlopig even de laatste vlog van mij, van dit jaar denk ik. Ik ga wat minder vloggen. Dat is een nieuwtje. Ik heb de laatste tijd minder motivatie om te gaan vloggen. Dus ik wil gewoon geen vaste dag meer doen. Wel vaste dag maandag, maar niet elke week meer. Dus helaas. Ik wil alleen gewoon vloggen wanneer ik wil. In plaats van elke week. Vond ik wel leuk, maar ik merk dat ik elke week minder interesse in krijg. Of minder gemotiveerd om iets te vloggen. Ik ga gewoon, als ik denk, nu ga ik iets leuks doen. Dat is moeite waard om te vloggen. Dan ga ik een vlog opnemen voor jullie. Op Instagram laat ik het weten als ik weer een nieuwe vlog aankom. In januari ga ik sowieso op wintersport. Dus dat is sowieso weer om te vloggen. Vakantievlogs, weet je wel, dat soort dingetjes. En nieuwe dingen. Dus ik hoop dat jullie blijven kijken. Sowieso wat live gaan streamen, denk ik wel weer in de toekomst. En dan kan misschien wel weer wat gaming doen. Ik weet niet of het op deze platform, op deze YouTube kanaal gaat doen of op een ander YouTube kanaal. Dat moet ik nog even zien. Gisteren was het ook leuk met de deelauto's. Vond ik super leuk met Rafael. Samen eindelijk weer gereden. Zo. Maar ik ben weer lekker thuis. Ik ga editen. En daarna ga ik lekker slapen. En morgen moet ik weer fris en vrijdag om te gaan werken. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Heb je genoten? Loon dan met een duimpje omhoog. Weet niet hoeveel je het niet heeft te abonneren. En ik zie je bij de volgende vlog weer. Tot de volgende keer.